FC Eindhoven begint vrijdagavond aan een nieuw seizoen. De Graafschap is in Doetinchem de eerste tegenstander op weg naar... Ja, naar wat eigenlijk? Anderhalve week geleden gaf trainer Monies nog aan niet klaar te zijn voor het nieuwe seizoen. Met maar 15 contractspelers en een groep dissonanten was FC Eindhoven nog niet op volle oorlogsterkte. Inmiddels, anderhalve week verder, kwam er een nieuwe keeper en vertrok er een van de dissonanten, Milan Massop. Hij liet zijn contract ontbinden. Maar nog steeds is FC Eindhoven niet waar het moet zijn. Maar het belangrijkste is dat wij, ondanks al die belemmeringen, toch een hele positieve voorbereiding hebben gehad. Daar wil ik iedereen mee complimenteren, dus het glas is altijd half vol. Maar als trainer ben je uiteindelijk eindverantwoordelijk en je wil natuurlijk dubbel bezet zijn. Dus dat je elke positie dubbel bezet hebt. De rechtsbuitenpositie is dun bezet, die moet dubbel bezet zijn. In de spits moet er ook wat bij. Nou, Leonardo is een zaak van nu de snelheid van Feyenoord, hoe snel die de papieren leveren en de IND. Dat is weer de bureaucratie. Hoe erg baal je van die bureaucratie? Heel erg, omdat je altijd flexibel moet zijn. En dingen moet willen. Je moet dingen willen en wij willen. Leonardo wil. Het is een hele bureaucratische winkel, maar het kan heel snel gaan. Voor mij moet het in één dag geregeld kunnen zijn. En toch is daar morgen de eerste competitiewedstrijd tegen de Graafschap. Ik heb ze afgelopen zondag gezien. Het is toch een fantastische achterban. Daarin moeten wij hetzelfde doen wat we bijvoorbeeld tegen PSV hebben gedaan. Nou, op het moment dat we dat doen, met die intentie spelen, dan dwing je het af. En uiteindelijk is het zelfvertrouwen van ons gegroeid in de voorbereiding. Nou, en morgen is het belangrijk dat we geen druk voelen. Dat je ineens anders gaat doen. Je moet gewoon hetzelfde doen als in de voorbereiding. En dan heb ik heel veel vertrouwen dat we goed resultaat halen. Die wedstrijd begint om 8 uur en is, ook voor FC Eindhoven, de eerste echte krachtmeting van het seizoen.